Ja, ik heb het wel eens eerder gezegd. Ik ga geen PVV stemmen. Nee, ik stem niet op Wilders. Nee. En ik weet dat er bij jullie een aantal, ja, behoorlijk wat mensen zijn. Ja, die vinden dat vervelend. Die willen, ja, jij moet ook PVV stemmen. Nee, jongens, dat ga ik niet doen. En waarom niet? Ik ben het met te veel dingen van Wilders gewoon niet eens. Nee. Ik vind wel dat we in de EU moeten blijven. En ik vind dat we ook Oekraïne moeten steunen. En ik vind ook dat we wat aan het klimaat moeten doen. Ja. Dus bij al die onderdelen zit ik iets meer in het midden. En ben ik niet zo helemaal van, oh, daar doen we helemaal niks meer aan. Nee. Dus daar ben ik het helemaal niet mee eens. Nee, dus dan stem ik ook niet op Wilders. Maar Wilders wil ik wel graag bijvoorbeeld in een kabinet hebben. Ja, want ik ben het wel heel erg wel eens met zijn visie op het asielbeleid. Ja, bijvoorbeeld. Ja, en ook dat hij zegt bijvoorbeeld, we moeten veel minder geld uitgeven aan klimaat. Daar ben ik het ook mee eens. Maar helemaal nul, daar ben ik het dan weer niet mee eens. Nou goed, in ieder geval, vrienden. En ik snap een heleboel mensen, begrijp ik gewoon, dat ze op Wilders hebben gestemd. Ja, dat snap ik, ja. Dat kan ik allemaal heel goed volgen. Die hadden hun buik heel erg vol van wat er allemaal gebeurd was in Den Haag. En eigenlijk wat er niet gebeurd was in Den Haag. En wat krijgen we nu van links? En dat, vrienden, dat is gewoon mijn grote ergernis. Van links krijgen we en houden we constant maar dat dédain. Ja, dat neerkijken op al die mensen die PVV hebben gestemd. Zij zullen ons van links wel even laten weten hoe dom al die PVV-stemmers wel niet zijn. En oh, ze zullen wel eens een keer tot inkeer komen. Enzovoort, enzovoort. Vrienden, je wordt er kotsmisselijk van. En of dat nou Pia Dijkstra is, die ook weer heeft zitten wauwelen. Die Grapperhaus ook weer zitten babbelen. Die laten allemaal eventjes weten wat ze er allemaal van vinden. En dan hebben we er nu nog eentje bij. En dat is die Kees van de Spek. Heb je die nog eventjes gehoord, zeg? Kees van de Spek van oplichters opgelicht of oplichters aangepakt of weet ik veel. Die gaat constant achter die internetboeven aan. Ergens daar in Afrika en dan gaat hij ze zitten bespieden vanuit een auto. Dat is hem. Die. En die heeft nog eventjes wat praatjes over PVV-stemmers. Die zegt dan bijvoorbeeld, ja, de winst van de PVV, dat is gewoon een democratisch ongelukje geweest, zegt Kees van de Spek. Hij zegt, de PVV is groot geworden uit een mix van verveling, balorigheid en verwendheid. Oh, Kees van de Spek van oplichtertjes opgelicht. En daarna zegt Kees van de Spek, ja, en hier komt hij over de PVV-stemmers. Ze hebben ook helemaal niet door dat ze op een dorpsgek hebben gestemd. Hé, nee, dat hebben ze niet door, hoor. Nee. Die PVV-stemmers, die zijn allemaal stapelgek. Ja, nee, dat hebben ze zeker niet doorgehad. Nee, dat heeft alleen Kees van de Spek heeft dat door. Die ziet dat er gestemd is op een dorpsgek. Ja. Waar haal je de arrogantie vandaan om dat soort dingen allemaal even te beweren? En een hele groep, weet ik veel, 2,5 miljoen of bijna 3 miljoen mensen, die worden even weggezet als zijnde, woep, allemaal kierenwiet. Ja, hé, Keesje van de Spek. En die mensen kijken naar jouw programma. Ja, die kijken ook naar jou, oplichters opgelicht. Hé, hey, en ga je wat zeggen, Keesje van de Spek? Ook bij jou. En dat ga jij merken in de kijkcijfertjes. Komt de ober langs.